Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we eventjes stil mochten staan bij het verhaal van uw geboorte, wat we lezen in de Bijbel. Normaal is het of soep of een stevige hap in de nachtopvang. Maar gisteravond was het allebei, nog uitgebreid met een slaatje en een toetje. Goedkope slaatjes en toetjes, zo mopperde een enkeling, maar de meesten lieten het zich goed smaken. Het is wel gezelliger zo. Het is wel gezellig opgezet. Het is goed eetbaar, ja. Het is een goede bami, lekkere saté. Ja, het is goed, ja, perfect. Beter dan wat ze normaal op tafel zetten? Ja, helaas wel, ja. Ja, normaal is het 4 dagen per week soep en 3 dagen per week warm. Dus het is een goede maaltijd voor tussendoor. Ja. Hoe is het om nu buiten te zijn? Dat lijkt me geen pretje. Nou, de ene keer is het erger dan de andere keer. Maar ja, op een gegeven moment raak je eraan gewend buiten zijn. Het is alleen, ja, de ene dag staat er meer wind dan de andere. En als er erg harde wind staat, ja, dan is het wel wat minder. Maar voor de rest valt het wel mee. De wind is eigenlijk erger dan sneeuw? Ja, ja, sneeuw is niet zo erg. Erg is dus eigenlijk regen. Het Leger des Heils vindt dat iedereen recht heeft op een kerstviering. Juist ook de daklozen in de stad. Juist in deze tijd waarin je dan ook nog dak- en thuisloos bent en gebruik moet maken van een voorziening als hier, de nachtopvang, willen we extra aandacht geven aan het feit dat het toch kerstfeest is. Ook al zit je in een opvang en ja, vandaar dat we dat op deze manier met elkaar vieren. Dat betekent dat er tafelkleden zijn, dat er mensen bediend worden, dat er een voor-, een hoofdgerecht en een nagerecht is. Kortom, we proberen er een echt kerstmaaltijd van te maken. Maar ja, het is nog niet echt kerst. Dus wat doen Patrick en Michel op 25 december? Ja, eigenlijk nog geen plannen. Ik zie het allemaal eigenlijk wel. Geen planning gemaakt. Eerste kerstdag ga ik bij een vriend eten. Tweede kerstdag ga ik naar Amsterdam. En oud en nieuw ga ik ook naar Amsterdam. Dus ik heb mijn dagen wel ingevuld, ja. Ja. Er zijn ook nog daklozen die het feestmaal van het Leger des Heils aan zich voorbij laten gaan. Er zijn denk ik zo'n man of 30 zijn er binnen. Dat zijn de slapers die hier normaal gesproken in de nachtopvang verblijven. Wij hebben hier vlakbij Zuidplein hebben wij ook een standplaats van onze soebus. En we hadden ook de cliënten die daar komen, de mensen die we daar ontmoeten, hadden we uitgenodigd voor vanavond. Helaas, die zijn niet gekomen. Het gaat dan vaak om Polen en Portugezen die de drempel van de nachtopvang te hoog vinden en die het ook in deze week bij de soepbus houden.